Goedemiddag, u kijkt naar het weerbericht van weerplaza.nl. Op de satellietfoto van 10 voor drie vanmiddag kunnen we zien dat er toch wel vrij veel wolken over het land trekken. En een zwakke storing ligt met name over het noorden van het land en hoort bij een lage drukgebied dat ten westen van de Britse eilanden ligt. Op de Britse eilanden zien we overwegend bewolkt weer. Daar regent het wat vaker. In ons land bijna geen neerslag. In het noorden en enkel spatje regen. En in het midden en zuiden van het land misschien lokaal een buitje. Als we wat dichterbij gaan kijken, dan zien we die verschillen ook wel terug. In het noorden, dus de meeste wolken en in het zuiden, de meeste zonneschijn. Temperaturen op dit moment tussen de 18 graden in het uiterste noorden en 23 graden lokaal in het zuiden van het land. Vanavond ziet het er dan zo uit: halverwege de avond is het een graad of 20. De meeste wolken nog steeds in het noorden, daar misschien een lokaal spatje regen. In het midden en zuiden is het droog en zijn wat meer opklaringen. Komende nacht daalt de temperatuur uiteindelijk naar een graad of 15 in het zuiden tot 11 graden in het noorden. Nog steeds daar veel wolken. En enkel spatje regen, misschien de meeste plaatsen toch wel droog, en in het midden en zuiden wat meer opklaringen. Dan morgen vroeg in eerste instantie nog steeds een beetje die tweedeling in het land, maar in de loop van de dag breekt vanuit het zuiden uit steeds meer de zon door, uiteindelijk ook in het noorden van het land. En met een ja, naar noordoost tot oost draaiende wind, die is zwak of matig, stroomt er geleidelijk aan warmere lucht het land in. En begin van de avond wordt pas de maximumtemperatuur bereikt tussen de 21 graden in Groningen en de zomerse 25 of 26 graden in het zuiden en zuidoosten van het land. En daar houdt het niet bij op, want donderdag gaat het nog wat warmer worden. Dan wordt het 24 graden in het noorden en 25 tot zelfs lokaal 30 graden in de rest van het land. En dat alles bij een zwakke of matige wind uit oostelijke richtingen. In eerste instantie is het behoorlijk zonnig, maar dan komt er meer bewolking vanuit het zuiden. En dan wordt het een beetje vochtig en klam weer. En dat betekent meestal dat er weer een verandering op komst is. En dat gebeurt ook, want in de avond kunnen een aantal stevige regen- en onweersbuien vanuit het zuiden uit over het land trekken. Houdt weerberichten in de gaten, want het is nog onzeker waar en wanneer die buien precies gaan vallen. la In de nacht naar vrijdag en vrijdag overdag volgen de meer buien, ook weer met kans op onweer. Vrijdag overdag van tijd tot tijd ook wel weer wat zon en dan een graad of 25. Ook zaterdag nog 25 graden en een paar buien, maar de wind draait dan in de loop van de dag naar een westelijke richting. En dan gaat er geleidelijk aan toch koelere lucht binnenstromen. Dat zien we dan weer in de 15-daagse terug. Donderdag, vrijdag en zaterdag dus nog die 25 graden of meer. Maar daarna zien we duidelijk een daling van de middagtemperatuur tot ongeveer 20 graden aan het begin van volgende week. En de nachten, ja, die zitten zo meestal tussen de 10 en 15 graden. Ik ben Ben Langkamp van weerplaza.nl